Nou ja, jullie moeten maar mee doen. Twee vlekjes op een muur. Welkom bij Rollercoaster 3. Oké, people, let's go to work. En met een heel aparte geluid wat jullie net hoorden, openen we de video. En we zijn nog steeds bezig met Rollercoaster. Ik heb gewoon lol. Rollercoaster, thank you. Wat een opening. Zo. We gaan bezig met... Oh, en ik moet nog zo lang met jullie. Ik moet de hele aflevering doen en ik begin nou... Die rotvakkies. Ik moet... Oh, we gaan de attractie thematiseren. En ik ga gewoon opstellen waar ik graag... een gethematiseerd stuk wil. Hier wil ik sowieso in de hoek wil ik hier iets. Een gethematiseerd iets. Natuur, natuur, natuur. Het leek me leuk om hier wat te bouwen. Toch nog wel in het midden, omdat je daar omheen gaat. Even kijken. Nou, dit is al gethematiseerd. Dus dan krijgen wij nog twee grote gethematiseerde dingetjes. Misschien zou ik hier ook nog wat kunnen bouwen. Ik denk het wel. Ik denk dat het toch geen probleem is. Maar dat komt goed. Dus dan hebben we eigenlijk drie dingetjes nog wat we kunnen neerzetten. En eventueel misschien hier nog wel iets. Maar ja, dat weet ik nog niet wat. Het is allemaal een beetje improvisatie. Hè? We waren natuurlijk vooral bezig met de bloemetjes. De bloemetjes zijn altijd mooi, hè. Want het mooiste is dat de bloemetjes in Rollercoaster hoeven geen water. Dus je hoeft daar niet rekening mee te houden van... Oh shit... Het bloemetje gaat ineens dood of zo. Dat is gewoon niet. Nee, dat hoeft niet. En ik heb natuurlijk je hebt natuurlijk roosbosjes en weet ik het allemaal niet. We hebben heel veel. Ik wil gewoon het hele gebiedje nog volmaken met van die bloemetjes. Ik bedoel, ik heb hem nu, die set. Dus ja, ik kan beter gewoon zoveel mogelijk plaatsen. Van wat ik, ja. En dan hebben we die grote, dat is de large. Kunnen er ook gewoon tussen doen. Huppakee. Zet ik ook gewoon een paar keer neer. Huppakee. Moet niet opvallend zijn dat ik alleen maar die bomen gebruik, zeg maar. Maar dat komt denk ik wel zeker weten goed. Shine, doen we een kleintje ervoor zo. Erbij zo. Even kijken, draaien. Zo, hier. Kijk. Nou, de boompjes staan er al. Dan gaan we naar de volgende. En, oh nee, niet lachen vindt. Vorig jaar waren hele mooie bloemetjes. En ik ben helemaal vergeten welke set het was. Maar het hoort ergens bij... Volgens mij hoort het hier bij Jim Gardening en zo. Volgens mij wel. Volgens mij waren dit ze. Ja, dit waren ze zeker, ja. En scroll naar onder had je inderdaad nog mooiere bosjes. En vooral die gele bloemen, die waren echt... Hier schitterend om te zien. Schitterende sunflowers heet dat ook, hè? Prachtige sunflowers. Ja, die zet ik maar al te graag neer in zo'n prachtig bos. Ja, die horen daar gewoon thuis, weet je? Die horen daar gewoon thuis. Je kan die niet zeggen van, ik ga die daar niet neerzetten, want dat is gewoon, dat mag je niet, dat kan je niet maken. Hier nog wat pom. Het heet ook pompen. Pompen. Pompon. 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 Ik weet het niet hoe je het zegt, maar iets met pompen. Bloemen. Ja. Ik had wel gehoopt dat ze iets groter waren, die bloemen. Oh, ze zijn ook groot. Ik moest gaan inzoomen natuurlijk. Nee, ze zijn... Nee, maar ik dacht dat die gele, dat die zonnebloemetjes... Die waren toch wel wat groter. Kijk, dit formaat. En... Even kijken. Dit formaat. Oh, dat is wel even groot. Oké. Okay. Maar het moet wel realistisch zijn. Je kan niet zulke tulpen daar in je park hebben. Dat is natuurlijk ook weer onrealistisch. En zo'n prachtige struik zo. Komt er ook bij te staan. En leuk om Mickey misschien hier ook hier tussenin te zetten. Zo, kijk. Hier staat Mickey gewoon tussen. Kijk, ik ben ook de broertje niet. Ik pak dan gewoon Mickey. En ja, of er echt een verhaal in de hele attractie zit, weet ik niet. Maar het is leuk om Minnie zo hier schuin te zetten hier bij de bosjes met een taartje. Schattig. Ik vind het zo leuk. Oh, kijk, Winnie de Pooh. En Winnie de Pooh, daar wordt... Minnie brengt het taartje naar Winnie de Pooh. Wat schattig. Oké, nou, leuk.
Winnie de Pooh, dat is misschien dit is misschien die boom waar die in zit. Of zo'n gat erin of zo. Ja, ik weet het niet. Ik wil wel zo'n gebouwtje maken. Van dezelfde set van die Castle. Die Castle sets zijn best wel mooi. Die wou ik gewoon als standaard thema houden in de attractie. Ja. Is dat mooi? Dit zo? Ik ga proberen. Ik eerst plaatsen, kijken of daarna of het kan. Het zou op zich wel kunnen, denk ik. Het ziet er niet heel lelijk uit. Maar dan moet ik het wel mooier afwerken. Ja, dat is het probleem, hè. Meestal als je dingen plaatst. Van, dit ziet er echt niet mooi uit. Maar dan moet je wel de moeite voor nemen om dan het verder af te werken. En dat is soms, dat kan pittig zijn. Het ziet er helemaal niet uit. Gewoon even testen en niet zeuren, mensen. Ik ben bezig, hè. Want jullie denken dat dit schuin is, maar die baan loopt schuin, hè? Dat is de instinken van alles, hè? Want dit loopt gewoon recht. Dat zie ik nu pas. Zie je het? Dat loopt recht. Want omdat de baan schuin loopt, lijkt dit ook schuin. Hé. Hey. Ja, er is over nagedacht. Er is zeker over nagedacht. En waarom kunnen we nou die deur niet midden plaatsen? Hier word ik wel een beetje priegelig geprikkeld van. Ik ga eens kijken of we hier een muurtje kunnen neerzetten. Kunnen we hier geen leuke gate van maken hier? Ik zie dit veel leuker, zo'n gate. Of dubbel dit. Nee, 1-1-1. 1 is goed. Oh, eentje is goed. Zo, oké. En dan plaatsen we wel een leuk mini dakje. Oh, wat schattig! Het oogt toch gelijk zo gaaf, deze set. Oogt zo heerlijk fantastisch. Ik kan zoveel doen met deze set. Het is zo verschrikkelijk leuk hoe je dit kunt thematiseren. Kijk nou hoe leuk dit. Oh, dit. Ja, ik kijk het vanaf een ander perspectief natuurlijk. Doordat het wat mooier uitziet. Ook voor de mensen die deze attractie doen. Daar gaat het om, weet je wel. Het gaat om thema. En natuurlijk moet je ook denken aan de achterkant. Dus wat doen wij dan? Ik pak de walk-off. Kan ik de walk-off pakken? Nee, ik kan de walk-off niet pakken. Ik pak gewoon de muur. En wij bouwen gewoon het dicht. En voor de zijkantjes pak ik dan de wallstone. Huppakee. En huppakee. Zo. En de grond moet natuurlijk ook doorlopen naar binnenin. Want we bouwen een klein stukje binnenin. Zo. Nou, dit ziet er leuk uit. En misschien kan ik binnenin nog een... Ik weet niet of het te druk wordt. Een klein fonteintje. Nee, dat wordt echt te druk. Dan moet ik echt een deurtje bouwen of... Ja, het zou kunnen hoor, als ik een deurtje erin zet. Even kijken hoe dat eruit ziet. Waar staat het jij? Hier zo. Het zou kunnen hoor. Ja hoor. Doe ik er nog één naast. YOLO. Zo, nou, dan heb ik bij de bomen heb ik een leuk gethematiseerd stukje neergezet. Dit ziet er hartstikke leuk uit. Ik vind het goed gekeurd. Dan gaan we naar het volgende. En dat is dit cirkelpleintje. Nou, dat cirkelpleintje wil ik... groen maken. Dus ik ga dat lelijke pad hier, dat bruine poepkleur wat er voor de berg was gebruikt, ga ik er weghalen. En ik laat gewoon even vrolijk bloemetjes, want dit is ook een bloemenpatroon, hè, wat jullie zien, met die witte spikkeltjes. Het zijn allemaal bloemetjes verweven in het gras. En wat we hier gaan plaatsen is natuurlijk lastig, maar het leek me leuk om wat meer te focussen met de bloemen en een soort bloementuintje te maken. Met een leuk pad. Dan moet ik eigenlijk kijken naar de padcovers. En daar heb ik er niet zoveel van. Dus dat wordt een beetje een probleem. Dat wordt een probleempje. Dat wordt een probleempje. Want als ik niet goed kan vinden. Dan. Dan kan ik het ook niet bouwen. Maar ik heb hier een pad. En dat pad. Ja, ik vind het niet het mooiste pad. Ik bedoel. Ik heb mooiere paden gezien. Toch? Daar zijn we wel mee eens, denk ik. Ja. Nou, voor hier kan ik wel die dingen neerzetten. Zo. We kunnen ook hier een leuk riviertje maken hier. En ik denk dat dat nog leuker is. Ik denk dat ik hier een riviertje maak. En dan een kasteeltje op een klein heuveltje maak. Het is wel veel gedoe. Maar het wordt wel mooi, denk ik. Laten we eens wat proberen. Dus ik zei, we maken een heuveltje.
Nou, laten we dat eerst eens doen dan. Oh, dat worden van die puntheuvels, weet je wel. Oh, dat ziet verschrikkelijk, vindt het verschrikkelijk. Zo ugly uit, dat ziet er zo ugly uit. Maar je moet eerst lelijk doen, hè. Je moet eerst lelijk doen. Oh! Verschrikkelijk. Oké, hier gaan we niet naar kijken. Dit is echt stekelvarken ink. Dit is echt stekelvarken ink. Wacht even, dan moet ik wel de goede doen. Deze. Oh, wat verschrikkelijk. Maar hij corrigeert het al. Hij maakt van de stekelvarken gewoon een klein heuveltje. En op dat heuveltje gaat dadelijk het kasteel komen. Oh, zag dat er vernederend uit. Die lelijke stekels. Oh, maak het gewoon een beetje mooi. Kijk, het is nou een wat heuveltje-achtig geworden. En daar bouwen we dan het kasteeltje op. Maar dit is wel schuin, hè, als we zo bouwen. Dat is een beetje het probleem. Ik pak het kasteelthema-setje weer. En dat kunnen jullie niet van me afnemen, want het is gewoon een prachtige set. En die gebruik ik gewoon het meest in dit park. En de volgende keer ga ik vooral focussen op de Shy Guys objecten. Dus vooral op de Shy Guy Main Street. Maar ik ga nu me nu focussen op deze set. Want het is toch wel mijn heerlijke lievelingssetje geworden, dit. Het is gewoon mijn true, Ga weg! Stomme! Even kijken. Hebben wij nog die... Die tunnel? Waar staat die tunnel? Ik zag hem net nog. Ik scroll me als gek. Ik heb trouwens ook een nieuwe muis. Ik laat nu voor het eerst de muis zien op de webcam. Maar het is de Sharku muis. Dat is een game muis. En hij zit heel lekker in de hand. Zo. Achter de schermen. Setup video 2014. Zo. En ik vind dat wel gaaf. Dat ik hem wat hoger bouw. Ja, dat vind ik gewoon heel... Vind ik gewoon gaaf. En ik vind het misschien nog gaaf als we deze gewoon wat hoger bouwen dan die tweede. En dat we gewoon... Moment. Kijk, zoiets. We hebben een hoogteverschil. En dat vind ik gaaf. We moeten wat meer met hoogteverschillen gaan werken. Zo. En hier komt ook nog een gate op. Gate! Zo. Hoppakee. Gelijke hoogtes. Hey mama, sap. Mama say, mama sa, mama sap. Ik heb, even kijken, een schuin stuk nodig. Dit is een diagonaal stuk. Maar, hebben we nog meer van zulke diagonale stuk? Ja, diag staat erbij. Wel handig dat ze dat zo groot erbij hebben gezet. Want diagonaal is wel fijn om dat, ja, wel te weten van, hé, dat is diagonaal. Kijk, voor zoiets is het wel makkelijk. Maar, ziet het er mooi uit. Met die streep in midden. Het heeft wel iets, vind ik. Het begint al wat te worden. Ik kloot maar wat aan, hè. Het is niet zo van Vincent weet wat hij doet. Nee, dat weet ik totaal niet. Want ik zie wel hoe het wordt als het uiteindelijk klaar is. Ik weet dat ik wel helemaal verliefd ben op die torentjes. En dan moet je me niet kwalijk nemen. Vincent, hou eens op met die torentjes. Maar het oogt gewoon mooi. Het oogt gewoon leuk. Niet zo zeuren. Het oogt mooi. En dat is belangrijk. En hier komt dan de wat grotere torentje. Want die hebben we inderdaad te weinig gebouwd. Klopt. Ik weet het. Kijk eens. Oh, dit ziet er... Alsof het in het echt wordt gebouwd. En ik er nog geld mee verdien. Het is schitterend. Ik zoek nog steeds de diagonale stukken. Diagonaal, kom op. Die put. Oh, die put die moet natuurlijk wel naar onder. Oh, nou, dat is niet een mooie locatie. Ik doe hem... kan die hier? Schitterend. Ik zal hem daar laten en nooit meer verplaatsen. Ik laat hem daar ook gewoon staan. Belofte. Ik laat hem daar staan. Weg. Bench. Nee, dat is wall behind. Ik zit te zoeken, want ik denk dat ik toch aan deze set moet knoeien. En dat de Medieval 2 set de enige set is van de Medieval stand waarin diagonaal objecten zijn geplaatst. Ja, en dat daar baal ik wel ontzettend van natuurlijk. Want ja, er zijn niet zo heel veel verschillende
objecten waar Vincent uit kan kiezen. Waar Vincent uit kan kiezen. Maar ik probeer mijn best te doen. En ik hoop dat ik slag. Want dat moet wel mooi zijn. Kijk, ik kan dit doen, maar dat komt niet mooi overeen met die strontding. Dus wat we dan gewoon doen is... Plop. En draaien en... Plop. Showing claws, Vincent Nazig. Supermooi. En het leuke is, je ziet ook, als je goed kijkt, zie je een pijltje. Ik laat het gewoon keihard zien aan jullie. Je ziet een pijltje wijzen naar de goede kant. Waarop welke kant je hem neer moet zetten. Dat zou echt meer sets moeten doen. Ik vind het gewoon een verschrikkelijk goede set. En ja, je kan er op zich heel gevarieerd mee bouwen. Als je maar gewoon verschillende dingetjes gebruikt. En dat is gewoon fijn. Dat is gewoon hartstikke fijn. Nou, dat vind ik er dan wat minder uitzien. Dus die haal ik meteen weg. Ja, het moet natuurlijk een decor setje zijn, hè? Dus ik hoef hier gelukkig niet zo heel veel aan toe te passen. Maar ik zou wel eventjes een leuk randje hier willen neerzetten. Zo. En kunnen we die nog wat hoger laten lopen? Even kijken. Nee, dat gaat weer niet. Oké, dit is het. Oh, dit zweeft! Die toren zweeft, Vincent! Doe er wat aan, een ramp! Het is een catastrofe! Het is een catastrofe, Vincent! Je laat zomaar dingen zweven. Ik moet wel realistisch bouwen. Ik kan toch niet... Oh, Vince. Wat doe je publiek aan? Ik scroll zo gek. Je hoort me ook niet meer scrollen. Vroeger hoorde je me misschien nog wel scrollen met mijn muis. Maar die tijd is over. Ik weet nog... Deze kun je misschien ook nog wel neerzetten. Ik doe het omdat ik gewoon vind dat het kan. Kijk, dit oogt wat. Het oogt wat. Het eindigt mooi. Kan dit zo in de grond? Sacré bleu, dit kan toch niet? Zo dan, dit kan wel. Natuurlijk een hoogteverschil, dus daar moet ik daar ook weer rekening mee houden. Laten we eerst die toren fixen. Torentje, torentje, torentje. Zo. Kijk, dus nu staat hij niet meer op de grond. En voor dit... ik kan wel even wat diepte creëren, dus dan nog een toren erachter neer te pleuren. Kijk, als we nou hier gewoon nog een toren bouwen zo. Wel in de grond dit keer. En ik zet hier nog zo'n toren op. Even kijken hoe het oogt als je vanuit de attractie kijkt. Oh, dat ziet er heel gaaf uit dit. Ja, dit ziet er leuk uit. Het gaat om het decor. En misschien kunnen we ook nog wel zo'n dunne torentje gewoon ergens neergooien. Voor de afwerking. Zo, dit ziet er leuk uit. Dan moet ik nog iets doen wat ik bijna vergeten was. Maar dat zag ik nog wel hier. Dat is beneden stuk. Zo. En hier ook nog natuurlijk netjes doen. Draaien twee keer. En hoppakee. Zo, hè. Nou, dat is weer een decorstukje af. Een decorset. Ik weet dat ik hier nog een gat in heb. Dus dit moet ik ook nog afwerken. Dus ik ga hier wat woed achter plaatsen. En dat doen we natuurlijk wel op de goede kant. Zo. En... En zo zie je dus van de buitenkant dat het bruin eruit ziet. Dat maakt het wel grappig. Ik had gehoopt hier dat ik hier water zou neerzetten, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hier al een wensput neergezet. En de wensput, daar kunnen we dingen in wensen. Waar we eigenlijk, als we binnen een tijd moeten iets, als we iets binnen een tijd moeten wensen, dat we dan niet op het antwoord kunnen komen van wat wij dan zouden moeten wensen. Want ja, je moet er altijd goed over nadenken, hè. Joh, is dat zo? Zeker weten. Oh! Ik zag het al. Zo dan. Kijk, maak het aan de achterkant dan ook wel een beetje mooi. Want ik vind toch... Afwerking is nummer 1. En dat hoort er gewoon bij. Die galg maakt het wel een beetje... Ja, niet meer echt een kinderidee. Het is natuurlijk een hele leuke natuurrit. En dat wordt dan heel erg bekneld als we ineens een keiharde galg gaan neerzetten. Dus ik ga dit ook nog afwerken. Ik ben misschien een mimeut, maar ja, ik ben met zoiets bezig en dan moet het gewoon allemaal netjes. Dat is hetzelfde als je een huis bouwt. En dat je dan, hè, een huis bouwen,
Allemaal leuk en aardig. Maar dan doe je er geen dak op bouwen, want je wilt het, je bouwen toch niet af. Ja, joh, dat dak komt later wel. Regen toch helemaal in. Doe het toch niet. Kijk, gebruik ook wat tonnetjes. Ik weet niet of het kan. Want tonnetjes wordt wel lastig op niveau, op hoogteniveau. Want dan krijg je natuurlijk één tonnetje wat helemaal in de grond gaat zitten. Maar misschien kratjes zou misschien wel kunnen, denk ik. Ja, zou wel kunnen. Een beetje kratjes. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Het zou wel kunnen hoor. Ja, dit zou wel kunnen hoor. Dit oh, een beetje 3D oog dit hè. Zo. Daar nog een tonnetje of een dingetje. En even kijken. Ik weet nog steeds niet waar dat voor dient. Nog meer wat we kunnen gebruiken. Eventueel als decoratie. Ja, ik wil sowieso die reling gebruiken voor je achter. Ik denk niet dat het echt nodig is. Het ziet er trouwens ook niet uit. Ik ga even snel naar Shy Guys. Voordat we de video afsluiten. Want we zijn alweer een tijdje bezig als ik het zo zie op het klokske. Pak ik even de... Ik zat helemaal bij het verkeerde puntje. En Sjaal, dan pak ik even deze. En die moet ik wel even goed neerzetten. Die wordt dan die kleur bruin, is goed. Kan ik hem die... Ja, dit gaat weer niet. Laat me zitten. Geen stukje rails, oké. Okay. Nou, het duurt even. We hebben niet heel veel echt gedaan. Maar ik heb geprobeerd gewoon een heel decorstukje te bouwen. Ik ga op mijn gemakje volgende keer hier wat bouwen. En dan eindigen we hier nog een stukje. En dan hebben we de attractie bijna compleet. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Geef gewoon een like achter als je het leuk vond. En misschien heb ik wel wat tips gegeven voor als jij een attractie gaat bouwen. Ik zeg doei doei!